Ja, het is niet voor het eerst dat we wederom een contract tekenen bij FC Groningen. Nee, het is de derde al, dus het volgt geen snel tempo op, ja. Was je verrast dat Mark-Jan Flederis naar je toe kwam met de vraag? Ja, ik had niet verwacht dat hij nu al zou komen, dit jaar al, deze voorbereiding al. Dus het verraste me wel, ja. Ik wil hier gewoon eerst de eerste spits een seizoen worden. En daarbij denk ik dat met een jaar extra heb ik hier nog 3 jaar om dat voor elkaar te krijgen. En ik denk dat moet gaan lukken in die 3 jaar sowieso. Sowieso eigenlijk ook dit seizoen al eerste spits worden, maar... Die Dekstelse Strand Larsen, die staat ervoor. Ja, Strand Larsen heeft het natuurlijk vorig seizoen goed gedaan. En ik ben wel een beetje afhankelijk van hem eigenlijk. En we zijn halverwege de voorbereiding nu. Kun je iets zeggen over hoe het team zich ontwikkelt, hoe het gaat binnen de ploeg? Ja, we trainen veel gewoon op tactische dingen om de speelstijl van onze nieuwe trainer erin te krijgen. En ik denk dat het tot nu toe wel vrij goed gaat. Het is wel veel leerstof, maar het gaat wel goed. Huiswerk. Ja, het is wel huiswerk eigenlijk, ja. Kun je benoemen waar je beter in bent geworden het afgelopen jaar? Ja, ik denk dat ik vooral sterker ben geworden als ik de bal ook heb. Niet meer als een kind aan de kant gezet worden bijvoorbeeld. Dus dat merk ik wel echt een verschil. En gewoon maak gewoon minder fouten als we bal bezit hebben bijvoorbeeld. Ja, ik sta goed voor. Ik ben fit. Dus dat is het belangrijkste. Gewoon fit aan de competitie starten en... het liefst de eerste wedstrijd winnen.